Deze kan het, deze kan. Nee, nee, hier kan. Gebeurt hier toch allemaal, jongen? Dit is Gul of Gierig. Het programma waarin Martijn en Joost het land doorgaan om de vrijgevigheid van mensen te vergelijken. Dit wordt getest op drie pijlers. Een activiteit, eten en een slaapplek. De strijd deze week gaat tussen mannen en vrouwen. Zijn ze gul of zijn ze gierig? Ja, lieve kijkers, we staan hier in Utrecht, want mijn kamerman heeft mij verteld dat je hier meer vrouwen dan mannen hebt. En ik moet het vandaag alleen maar van vrouwen hebben. Dus ik ga even kijken hoe gul ze zijn. Dus ik zou zeggen, kom op, dame. Je gaat voor mijn eten betalen. Terwijl Martijn gewoon het geluk heeft dat hij de bloemetjes van buiten zette. In Utrecht sta ik hier in Delft, een ware mannenstad. En volgens mij zijn mannen best gul, dus ik denk dat we hier een best leuke dag hebben. English. Oké, nee, ik moet het echt niet proberen, man, het Engels. Heb jij zin om wat leuks te doen? Vandaag geen tijd. Heb jij zin om met mij iets gewoon de stad in te gaan en wat gezelligs te doen? Nee, dames, sorry. Bent u net klaar met werken? Nee. Nee? Ik heb ook geen tijd, hoe doe je naartoe? Oké, zou ik bij u mogen slapen vanavond? Hey, ik ben hier om te testen hoe vrijgevig de vrouw is. Dus ik moet vanavond nog eten, ik moet nog een slaapplek hebben en ik moet een activiteit hebben. Ja, jullie gaan iets. Waar gaan jullie eten halen? Weet niet, waar moet je eten? Zo'n kroketje is helemaal prima. Mag ik hem zelf halen? Ja. Jee, leuk! Kijk eens, hartstikke bedankt. Ja, geniet ervan. Dankjewel. You speak Russian. Ja, als Engels niet lukt, gaat dit al helemaal niet lukken. Do you speak English? Oh. Do you have time to do something fun with me? Let's say for example, paintball or something else. Zeg maar, een Kalashnikov met verf. Ik kom wel achter dat op dit plein ontzettend veel toeristen zijn. Dus ik moet gewoon ergens anders gaan zoeken. En dan zitten de meeste mannen zitten bij de TU Delft. Dus ik denk dat ik beter daarheen kan gaan. We gaan gewoon vragen of we een spelletje mogen meespelen bij GameState. Het grootste gamecentrum van Nederland. Hashtag NoSpon. Maar we zijn de vrijgevigheid van vrouwen aan het testen. Maar het moet een vrouw zijn. Ja, het moet een vrouw zijn. Ik dacht, ik heb twee hele leuke vrienden bij me. Nee, de grap is, we zijn aan het testen. Wie is er nou vrijgeviger, de man of de vrouw? Dus als we zo buiten beeld van die kaart even bij zo'n spelletje doen, dan ga ik dat spelletje spelen en dan heb ik mijn activiteit gehaald. Oké. Zou ik samen met mijn cameraman even achterin mogen? Bij de TU? Ja. Bij de aula of zo? Ja, dat is goed. Is het ver naar de TU? Nee hoor. Nee, we zijn er met 5 minuten of zo? Ja, ik denk het. Maar we kunnen altijd wel, zeg maar, als het echt niet mee zit en het gaat niet meer lukken vandaag, dan kunnen we altijd wel hier overnachten, toch? Ja, klopt, ja. Ik wil altijd twijfelen of mijn spel nog doorgaat, maar ik wil niet in beeld. Oh, jij moet weg. Maar ik ga dit gewoon aan jullie geven. Dat meen je. Ik kan dit alleen opwaarderen als ik een kaartje heb. En dat kaartje kost geld. Volgende plan is, ik ga dit proberen te ruilen voor 1 spelkrediet bij de basketbal gooien. Wil jij dit ruilen tegen dat ik 1 keer kan spelen met het basketballen? Dan moet ik even geld op mijn pas zetten. Me down now. I'm not too good at big time. Wat zullen we afspreken wie er wint? Zeg maar. Je krijgt een biertje. Ja, alleen als ik verlies kan ik alleen geen biertje betalen. Kom. Nee, jongens! Wat is dit? Nee, ik word die kaart ingemaakt. Nee! Nou, we zijn er. Dankjewel. Het Walhalla voor mannen. De TU Delft. Misschien heb jij wel zin om wat leuks te gaan doen met mij. Nu? Ja, nu. Nee, ik heb best wel wat druk. Wat ga je doen? Ik ga na de training ga ik chillen met vrienden. Training volleybal. Ah ja. Kan ik dan niet meekomen chillen? Het is een beetje een apart dingetje, man. Ik denk niet dat het gaat worden. Heb je wel eens gekart? Ja. Vind je het leuk? Ja. Zullen we gaan karten? Is goed. Ja? Als ik het voor ons twee betaal. Is dat oké? Ja. Ouwe, kom hier. Jij bent zo'n baas, ouwe. Ik kan ook een kind vragen of hij wilt komen. Ja, tuurlijk. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Alleen maar gezellig. Is goed. Nou, na dit gênante spektakel kan ik oprecht wel een biertje gebruiken. Oké, ik ben net ingemaakt door een andere vrouw in het basketbalspel. Nou, als man zijnde komt het hard aan. Dus ik moet mezelf nu eventjes bij elkaar rapen. En dan is een biertje soms wel. Dan krijg ik zelfvertrouwen van. Yes, ik heb overtuigd. Zij stond erop om een biertje voor mij te halen. Van de vrouw, iets moet je hebben. Hey man, ik ben Joost. Goeie schoenen. Cool, dankjewel. Ik zat te denken, aangezien we zo meteen gaan karten, laten we er iets op zetten. Goed. Ja? Ja. Dus als ik win, dan mag ik bij jou vanavond slapen. Oké. Okay. Ja? Wil je nog iets terug hebben voor als jij wint? Ja, een dikke shout-out. Een dikke shout-out. Hoi. Jullie helpen. Ja, ik ga samen met deze twee leuke heren ga ik een potje karten. Mogen jullie even gaan
inschrijven op de gang op de schermpjes en dan bij ons terugkomen. Top, dankjewel. Als alle drie een gangsterfoto doen, doe ik met je mee. Ik heb hem natuurlijk al gegeten, we hebben een activiteit gedaan. Ik heb een meisje keihard ingemaakt met basketballen, dat was even genant. Meisje vraagt niet als even huilen. Ik heb natuurlijk een slaapplek nodig, ik heb ook wel een biertje gehad. Dat smaakt ook wel naar meer, kan ik vertellen. Dus we gaan naar een pleintje toe, waarvan ik weet dat er veel studenten zitten. En laten we kijken of we daar A, misschien nog een tweede biertje kunnen krijgen. En wellicht een slaapplek. En wij zijn de vrijgevigheid van de vrouwen in Utrecht aan het testen. En we zoeken nog een slaapplek voor vanavond. Ja, wij wonen niet in Utrecht. Oh, jullie wonen niet in Utrecht? Nee. Waar wonen jullie dan wel? In Brabant. We vroegen ons af of wij misschien een klein drankje voor jullie mochten. Mij mag je best niet. Ja? Wat lief. Hey, proost jongen. Op de vrijgevigheid van deze dames. Als ik langzamer ben dan deze jongen daar zo, ja, dan heb ik geen slaapplek voor vanavond. Kan jij misschien een langzame retard geven? Ja, ik ga even kijken welke sneller is, hè? Ja, top. Oké, dat slaapplekje gaat me goed komen, denk ik. Maar... beetje overbodig in mijn situatie, maar netje, man. Maar je weet nog wel wie in welke kaart. Ik ga kaart 2 pakken. Ik kaart 2. Hop en weg is hij. Moet je thuis goed houden? Ik ben gewoon laatste geworden, ouwe. Iedereen heeft ingehaald. Ik geloof ook niet dat dit de snelste wagen was. Shit, daar gaat onze slaapplek. Oké, okay, we gaan nu het netwerk inschakelen van de vrouw die niet in beeld wil. Oh, is dit de enige die we kunnen bellen? Oh, kijk eens. Nou, je bent wel populair bij ze in, hoor. Je moet deze even bellen. Oké. Okay. Moet die even een wijf aan de telefoon fixen. Oh ja, hey, fix even een wijf aan de telefoon, grap. We zoeken nog een slaapplek. En we zitten hier met twee vriendinnen van jou op het terras. En die zei dat jij heel veel vrouwen kende in Utrecht. Nee. Dat is niet de snelste. Jawel. Twee is de snelste. Iedereen heeft ingehaald. Jongen, jongen, jongen. Het ging echt heel slecht. Maar goed, je hebt gewonnen. Nee, dan je moet kijken nog. Ja, iedereen heeft er ingehaald, dan kan ik toch niet meer winnen. Rohan, ouwe. Je bent gewoon tweede. En ik ben helemaal laatste geworden. Ja, twee biertjes verder. We hebben nog steeds een slaapplek. Ik heb wel wat informatie gewonnen. Moet volgens mij ergens om de hoek zijn. Daar zitten allemaal studentenverenigingen. Dus daar gaan we nu heen. Daar gaan we waarschijnlijk veel meer bier drinken. En wellicht ook een slaapplek. We zoeken nog een slaapplek voor vanavond. Nee, sorry. Oké. Okay. Wij zoeken een slaapplek voor vanavond. Oh, nee, sorry. Zoek een slaapplek voor vanavond. Ja, zit je niet goed bij mij. Telt dit als een vrouw? Hallo? Ik heb geen tijd. Oh, jij ook geen tijd, zeker? Nee, ik moet eten. Sorry, ik heb echt heel veel haast. Deze kon het, deze kon. Nee, nee, hier kom. Mag ik jullie wat vragen? Nee, ook niet. Wil jij ons te woord staan, toevallig? Nou, liever niet. Liever niet. Wat gebeurt hier toch allemaal, jongen? Iedereen helemaal in paniek, joh. Kijk, ja. Ja, oh nee, ook niet. Oh, ik vind het wel heel raar gebeuren hier, moet ik zeggen. Dames, we hebben jullie hulp nodig. Hey man, wij testen de vrijgevigheid van de mannen. Oh. Ik heb net een superleuke activiteit gedaan, maar ik moet ook nog wat eten. En ik heb echt ontzettend veel honger. Zou ik voor jou een donutje mogen? Ja. Oké, okay. Vooruit. Yes, ik ben zo blij dat dit dan weer makkelijk ging. Mag ik een kapsalon of een broodje? Oké, doe maar een kapsalonnetje. Oké, Tom, dankjewel. Het ziet er fantastisch uit. Yes. Dankjewel, vriend. We zoeken een slaapplek voor vanavond. Oh, een slaapplek? Ja. Ja, ik ben wel alleen thuis deze week. Dus er zijn extra kamers over? Ja, in principe wel. Huisfeestje, zijn ze alleen thuis? Nee. Kan ik je misschien appen of zo, of het mag? Of het geaccepteerd wordt? Ja. Is dat goed? Dat mag zeker. Oké. Okay. Ja, af en toe moet je gewoon de charmes in de strijd gooien, weet je wel. Ja, wij gaan even contact houden. En ik wil even een biertje hebben. Ja. En we vroegen ons af of wij wellicht een biertje van jou mogen. Dus dan moet ik nu voor alle vrouwen, moet ik... Ja, ja. Ja. Jij snapt hem. Natuurlijk. Ja, dankjewel. Bam! Nou jongen, en cheers. Ik heb een slaapplek nodig. Slaapplek? Ja. Zou ik bij jou mogen slapen vanavond? Nee, dat gaat hem niet worden. Can I sleep with you? Today? Yeah, tonight. I'm looking for a sleeping place. A place to sleep. I don't have, sorry. I'm looking for a place to sleep. In my building, there is a quite big room where you can probably sleep. Really? Would you like to check it out for me, please? Yeah, sure. Yes. It's a beetje alsof je in een hotel lobby in loopt. It was this room, right? Yeah, people working here. Dit gaat weer helemaal de verkeerde kant op. Dit kost me zoveel tijd. By the way, ik
can give you a tent and two mattresses. A tent and two mattresses? Yeah, I have a tent for four people normally. And we go wild camping. Can I get your number? My phone number? Yeah. And sure. I will look for another place. And if I won't find anything, I'll go camping. Okay. We hebben zojuist bericht gekregen van Jente. Haar moeder vindt het niet heel chill. Super sorry. Hoi, Jente van de slaapplekken. Hey Jente. Ik heb een vriendin waarbij het misschien wel mag, maar dat is dus wel eens jij. Zou ik even haar nummer doorsturen? Ja, maar het kan daar sowieso? Ja, volgens mij wel. Wij zoeken een slaapplek voor vanavond. Ja, het kan wel, maar ik ben pas om 10 uur thuis. Tot vanavond. Doei. We hebben een slaapplek. Ja, het is wel pas om 10 uur, dus we moeten ons even gaan vermaken. Dat gaat denk ik wel lukken. Hoi, goedenavond. Ik ben benieuwd of er een man in het huis is. Nee. Ik ben nog op zoek naar een slaapplek. Oh. Is uw man thuis? Nee. Dat was ik ook even vergeten. Ik kan natuurlijk ook ontzettend veel vrouwen over doen. Ik ben op zoek naar een slaapplek. Heeft u een slaapplek over? Nee. Ik ben op zoek naar een slaapplek. Ik heb zo het gevoel dat dit gewoon mijn avond wordt, dat het niet gaat lukken. En uiteindelijk zet ik daar een teentje op. En dat vind ik nou heel eerlijk gezegd niet echt vrijgevig. Maar goed, ik ben benieuwd hoe Martijn het doet. Jij zit binnen. Die zegt dat ik binnen zit. Zo ziet het eruit. Waar zit je dan? Oeh, je hebt ook nog niks gefixt. Oh ja, zeker wel. Oh, oké, vertel. Ik moet tot 10 uur wachten. Dus je bent nu gewoon lekker biertjes aan het doen? Ja, ik zit mijn tijd uit te zitten, ouwe. Wat een geluksvogel, ouwe. Ik zit hier aan te bellen en elke deur die open gaat, allemaal, je ziet gewoon aan hun kop van, ik wil de deur zo snel mogelijk weer dicht doen. Ga een kroeg in. Ja, dat is wel mijn plan voor zometeen. Ik ga weer verder. Later, lelijkert. Maar je zit in een studentencafé. I'm looking for a sleeping place tonight. I've got a couch in Amsterdam, but yeah. Okay, nice. I'll take it. That's great. Alright, cool. Hi. Hallo. Hallo. Ik ben Martijn. Hoi, Tessel. Kijk eens, wat lief dat we met jou mogen slapen. Ja, tuurlijk. Kom erin. Het ligt op de grond en op de was. Laten we er wel even een leuk close-upje van maken. Wat ik wel grappig vind is dat een best grote wasmand staat waar letterlijk niks in staat. Maar alles ligt. Dit wordt ons. Huisverhaal. Ik had oprecht een bank verwacht. Nee, het is gewoon een bed. Echt een bed. Maar jij slaapt hier ook vanavond. Ja, anders is het alleen. Oh. Nou ja, ik vind het oprecht heel lief, dames. Geen probleem. Toch best gastvrij, die vrouwen. Ja. We zijn er. Aangenaam, ik ben Joost. It's the couch, right? We're sleeping on. Ja. Zo ja, dit is een prima plekje. Oh, er is ook nog een slaapkamer boven. En jij vindt het vast ook wel fijn dat je gewoon lekker alleen kan slapen, toch? Dus ik laat jou gewoon lekker alleen op de bank en dan neem ik dit bedje. Zo, hallo, goedemorgen. Rustig. Uit. Dames. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan even vandoor. Slapen? We hebben heerlijk geslapen. Nice. Dankjewel. Goedemorgen. It's this early. The alarm is still going off. Thanks for the orange juice, mate. You're fine, man. Thanks for everything. I really liked it. Good luck in wherever you're gonna take this now. Thanks. Het is echt heel erg vroeg. Het is 7:30. Ik ben echt nooit zo vroeg wakker. Maar goed, ik heb heerlijk geslapen en het is allemaal weer gelukt. Ik kan met moeite zeggen dat de man vrijgevig is. Want het ging allemaal niet van een leien dakje. Martijn heeft ook alles gefixt. Dus ja, jij kan laten weten in de comments wie er gewonnen heeft. Zijn dat de mannen of zijn dat de vrouwen? En een man, een woord zijn woord. Ik had aan Rowan beloofd, als hij won met karten, zou ik hem een shadow doen. Dus bij deze, volg Lazu, L-A-Z-U, op Twitch. Daar streamt hij allemaal games. En dan zijn we volgende week gewoon weer terug. Later.